Ik zag het gezapige Nederland. Als 50 jaar later te laat gebeurde. Ik begreep dat er in dit Nederland iets veranderde. En dat een groep jonge kunstenaars wel eens even een fris windje door de samenleving wilde laten waaien. Ontdekte de stad als uitgaanscentrum, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, het Leidseplein en het Rembrandtplein. De jonge literatoren van de beweging van 80 ontdekten de kroeg als plek waar de revolutie kon beginnen. Fotocopie zat te bestuderen, waarop stond: de heer Paap zoekt de eenheid van richting minder in gelijkheid van denkbeelden dan in een algemeen gedeelde afkeer der hedendaagse letterkunde. Door dit briefje en door wat ik aan het andere einde van de kroeg zag, begreep ik weer veel meer. Begreep ik ook dat het tijdschrift waar het aanvankelijk om ging, de Nieuwe Gids, uit verzet geboren was. Uit verzet, rook en drank, wel te verstaan. Op 1 oktober 1885 rolde zo het eerste nummer van de persen. Naar het Witse Huis, had Enno Ent mij gezegd. Daar kan je nog iets van de sfeer proeven. Ik deed het, bezocht het huis van de schilder en fotograaf Witse, dat eens een centrum van de 80ers geweest was. Wat dacht ik daar aan te treffen, behalve schilderijen van Witse, Breitner, literaire curiosa, een stijlkamer. Vooral alle exemplaren van de Nieuwe Gids. En in de eerste uitgave zou het allemaal te vinden zijn. Eerste jaargang 1885. De kleine Johannes, Frederik van Ede. Het was warm aan de vijver en doodstil. De zon, rood en afgemat van haar dagelijks werk, scheen een ogenblik op de verre duinrand uit te rusten voor ze onderdook. Bijna volkomen spiegelde het gladde water haar gloeiend aangezicht weer.
nou niet bepaald een vlammende stad. Sonette Willem Kloos. Zoals daar ginds aan stille blauwe lucht, zilverzacht de half ontloken maan bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht, wier bleke bladen aan de kim vergaan. Dat is het ook niet echt. Ik denk altoos aan u. Ik denk altoos aan u, als aan die dromen waarin een ganse lange zalige nacht een nooit gezien gelaat ons tegenlacht. Zo onuitsprekelijk lief, dat bij het domen des bleke ochtends nog de tranen stromen uit half geblokene ogen, tot we ons zacht en zwijgend heffen met de stille klacht dat schone dromen niet weerom komen. Want alles ligt in eeuwige slaap bevangen, in de eeuwige nacht waarop geen morgen daagt. En heel dit leven is een wondere, bange, onzetbare droom, die eens de nacht weer vaagt. Maar in die droom, een droom vol licht en zangen, mijn droom, zo zoet begroet, zo zacht beklaagd. Dat was het dus. Daar ging het om. Hiermee was ik terug bij mijn onderwerp. Zoals ik mijn zekerheden had zien verdwijnen, zo verdween voor hen de zekerheden van moraal en religie. Er bleef niets over. Alleen een onzetbare droom. Maar in die droom was er één lichtpuntje. De schoonheid. De trilling van de schoonheid. Eén houvast. Ging het dan daarom? Bij hen? Bij mij? Albert Verwij, dichtercriticus. Voornaamste publicaties, Persephone en andere gedichten, toen de gids werd opgericht, van Jacques Perk tot nu. Hij was de jongste van een nieuwe generatie die van een tijdgenoot een nieuwe god maakte. De Bhagwan van de schoonheid. Dat was het beeld dat Verwij van Kloos had. O man van smarten met de doorne kroon. O bleek bebloed gelaat, dat in de nacht gloeit als een grote bleke vlam. Wat macht van eindloos lijden maakt uw beeld zo schoon? Glanzende liefde in ene damp van hoon. Wat zijn uw lippen stil? Hoe zonder klacht staart ge af van het kruis? Hoe lacht ge soms zo zacht? God van mysterie, Gods beminste zoon. Mijn God, voordat ik mijn vrienden toch zo zou aanspreken. Allemaal een beetje te. Zo ook dit briefje door Kloos aan Verwij geschreven in maart 1886. Hier, Albert, ik heb net je stuk gelezen en ben overdonderd. God, wat is dat mooi. Op dit ogenblik geloof ik dat er geen beter stuk proza van dien omvang in onze literatuur bestaat. Maar dat kan komen van de extase waarin ik verkeer. Tot morgen. Ik moest je dit even schrijven. Je Willem. Je stuk. Zou het kunnen zijn? Je stuk. Ik sprak van de toekomst artiesten der waarneming. Nee. Die zullen niet alleen meer trachten te beelden een verstandelijke realiteit.
Er zullen er ook zijn die boetseren in taal de beelden hunner sensaties. Zoals de stemmingsdichter dat zegt, zo zal de kunstenaar der sensatie zeggen tot zichzelf. Ik, als ik loop over straat, als ik zit in mijn kamer, is iedere kleur die ik zie, ieder geluid dat ik hoor, voldoende om me te doen bewust worden honderden en duizenden ragfijne rillingen mijn hersenen. Honderden en duizenden nauw bespeurbare bevingen van mijn zintuigen en mijn hele organisme. Het leven voelt niet anders dan een eindeloos feest van sensaties. Als je van mij leest, zie je dat hij het over kunstenaars van de toekomst heeft, die dan kunstenaars van de sensatie zouden zijn. Maar voorlopig zijn ze nog kunstenaars van de waarneming. Daarmee bedoelt hij prozaïsten. Uh-huh. Hij zelf is een dichter. Je weet, hij heeft aan zijn zijde die mensen die je tot nu toe hebt leren kennen. Kloos. En voor wij zelf. Hè? Er is natuurlijk veel aan gelegen dat die twee, die dichters en die prozaïsten, op één lijn komen, want dat is ten gunste van het tijdschrift dat ze net hebben opgericht. Een tijdschrift kan niet met gedichten alleen uit. Maar ze zitten niet helemaal op dezelfde lijn. Want die dichters die zitten helemaal bij het binnenwerk. Hè? Die binnenwereld van hun ziel en de gevoelens van die ziel. En dat alles uiterst subjectief beleeft. Dat is wat hen bezielt. Hè? Wat zij willen, hun uitgangspunt. En die prozaïsten tot nu toe, dat zijn ook wel mensen met een nieuwe koers, maar die schuiven nog veel meer op het verstand. De verstandelijke realiteit, zegt Verweijen maar zelf. Hè? Dat zoeken zij met hun waarneming. En, realisme. Ja, en een verhevigd realisme, want ze willen niet alleen maar de werkelijkheid rustig weergeven, maar ze willen de barre, rauwe werkelijkheid weergeven van de hartstochten en instincten, maar wetenschappelijk rapporterend al daarover. Dat is natuurlijk niet zo erg als kunstenaars, maar dat moeten ze nu gaan merken. Ze zitten nog niet op dezelfde lijn. De dichters op de lijn van het gevoel, de prozaïsten op de lijn van het verstand.